We staan hier in Oskam bij de tentoonstelling Resist, Take a Stand in Fashion. Het is een samenwerking tussen Modemuze en MapB/Oskam. En achter mij zien jullie de tentoonstelling die gemaakt is door het samenbrengen van twee netwerken. Samen met elkaar hebben we fotografen en bloggers gevraagd om zich te laten inspireren door onze museumcollecties. Ik was super geïnspireerd omdat het een badpak was wat eigenlijk voor vrouwen was. Ik wilde het creatief aanpakken door in plaats van het met vrouwen te doen, het met mannen te doen. En dan intimiteit van mannen te laten zien zonder dat het homoerotisch wordt. Ik wilde die vrijheid laten zien. Dat iedereen elkaar alsnog kan accepteren. Wat is vrijheid in de breedste zin van het woord? Mijn team heeft dus gekozen voor het batikje. Wat ik persoonlijk mooi vond aan het batikje was dat geheime codes erin verwerkt zijn. Dat deed me meteen denken aan jongeren die tegenwoordig met een logo T over straat lopen. Bijvoorbeeld Superman die zijn pak aantrekt met een grote S als logo op zijn borst. Als hij dat aan heeft, dan kan hij de hele wereld aan. Onze opdracht was van Museum Rotterdam. We hebben gekozen om punk naar afro-punk te maken. Punk voor mij bestaat uit vrijheid. Punk is gewoon een stijl die voor altijd zal zijn. Ik denk dat het interessant is dat als mensen hier zijn geweest, dat ze dan niet alleen geïnspireerd zijn door de verhalen uit het verleden, maar ook heel erg geïnspireerd zijn door de nieuwe invalshoeken van de makers die hier ook zo hard aan hebben gewerkt. En op die manier denk ik met een andere bril naar kleding, en niet alleen uit het verleden, maar ook in de hedendaagse maatschappij gaan kijken.